De Wolf, is bezig met een indrukwekkende comeback. Hij is terug in Nederland en het ziet er niet naar uit dat hij van plan is om te vertrekken. En samenleven met een roofdier, dat is even wennen. De grote, boze wolf. Zo hebben we het geleerd. Er is bewezen dat het gewoon een ordinaire moordenaar is. Het leidt tot felle discussies. Op de hele Veluwe neemt de biodiversiteit toe door de wolf. Met twee kampen. Ik denk dat ze in de Randstad half niet weten hoe groot hier de schade is die aangericht wordt door de wolven. Voor de wolf? Ja, dat hebben we al 200 jaar niet gehad, dus dat is wel echt super gaaf. Of tegen de wolf? Ik vind het gewoon verschrikkelijk. Wat een dierenleed dat hij aan kan richten in één nacht. En het wachten is op het eerste kind. Emoties kunnen hoog oplopen, maar eigenlijk heeft de discussie geen zin. De wolf, die blijft. Dat zijn de regels. Maar waarom hebben we die regels eigenlijk? Waarom mogen we de wolf niet afschieten? Wij zijn de Universiteit van Nederland. En vandaag zijn we op de Veluwe op zoek naar de wolf. Milieujurist Arie Trouwborst van Tilburg University neemt ons mee op pad. Al weten we allemaal dat onze zoektocht gedoemd is om te mislukken. Wolven zijn zo schuw. De kans dat je die in het wild in Nederland gaat zien, die is echt extreem klein. Gelukkig hebben we er alsnog eentje weten te vinden. Alhoewel die niet helemaal 100% meer levend is. Arie staat, oog in oog, met een opgezette wolf. Ja, fantastisch beest, hè? Een joekel. En wat zou je doen als je er zo eentje in het echt tegen zou komen? Genieten van het moment, denk ik. Tenzij dit de afstand is, hè? Sinds een paar jaar leven deze indrukwekkende dieren ook in ons kleine landje. Terug van weg geweest, zou ik eigenlijk moeten zeggen. Inderdaad, het is een tijd geleden, maar vroeger kwam die hier voor. Tienduizenden jaren lang. In de middeleeuwen zijn we als mens serieus begonnen met uitroeien van de wolf. En uiteindelijk is dat gelukt een paar eeuwen terug. Toentertijd speelde het recht ook al een grote rol. Er was zelfs een wet die een beloning op het hoofd van de wolf zette. Als je erin slaagde om een wolf te doden en je kon daar bewijs van overleggen, dan kreeg je een premie, een bonus van de overheid. 30 gulden voor een vrouwtjeswolf, 25 voor een mannetjeswolf en 15 voor een jongen. Nou, tegenwoordig is dat precies andersom. Als je nu een wolf doodt, dan kun je daar een hoge boete of zelfs gevangenisstraf voor krijgen. Ja. Want sinds 1992 hebben we in Europa de EU-habitatrichtlijn. Dat is een wet voor natuurbescherming. En daarin heeft de wolf en ook andere kwetsbare soorten strikte bescherming gekregen. Er gelden verboden op het doden van wolven, het vangen van wolven, het verstoren van de wolf in zijn leefgebied. En ook specifiek op het vernielen of beschadigen van zijn hol, zijn voortplantingsplaatsen. Eigenlijk moet je de wolf geen stroopbreed in de weg leggen. Daar komt kort samengevat de huidige wetgeving op neer. Dus nogal een verschil met hoe het een paar honderd jaar geleden nog was. De Europese regels onder de habitatrichtlijn hebben voorrang boven Nederlandse regels. En dat betekent dat Nederland, Nederlandse samenleving, Nederlandse overheid eigenlijk weinig keus heeft. Dat de wolf toen hij begon te arriveren in Nederland eigenlijk per definitie welkom was, dat lag al vast vanwege die Europese wetgeving. Het heeft als gedupeerde schapenhouder dus niet zoveel zin om op het Malieveld te gaan demonstreren. De Nederlandse overheid mag er toch geen beslissing over nemen. En die sterke Europese regels, die hebben effect. Ja, de wolf zelf die laat het zien. Die is terug in de Nederlandse natuur. Waar kwam die wolf dan ineens vandaan? Nou ja, ineens. Eigenlijk sinds die Europese wet zien biologen dat heel langzaam wolven vanuit allerlei hoeken van Europa weer terugkomen richting Nederland. En andere plekken waar die niet meer voorkwam. Vanuit het zuiden, vanuit Italië weer naar Frankrijk. Vanuit Rusland weer naar Scandinavië. En vanuit Polen onder andere weer naar Duitsland. En vanuit het oosten van Duitsland is dat steeds verder gegaan richting Nederland. Totdat ook weer bij wolvengebied ging horen. Dat de populatie wolven snel kan groeien, dat zien we bij onze oosterburen. In 20 jaar tijd zijn daar maar liefst 1200 wolven komen wonen. Maar wat als het in ons kleine landje ook zo snel gaat? Ja, de verwachting is niet dat er steeds meer wolven in hetzelfde gebied zullen zijn. Dus dat de Veluwe duizenden wolven in zijn bossen heeft lopen. En dat komt door de manier waarop wolven zelf hun maatschappij organiseren intern. Dus elke wolvenroedel heeft een heel erg groot gebied nodig. Simpelweg omdat ze het hele jaar rond voldoende eten moeten vinden.
En dan moet je genoeg herten, zwijnen, reeën hebben. En dan heb je dus een groot areaal nodig van zo'n 200 vierkante kilometer. Nou, dat territorium wordt fel verdedigd door de roedel die daar woont tegen de buren. En ja, je hebt dus eigenlijk nooit dat er in hetzelfde stukje bos steeds meer wolven komen. Want ze houden dat eigenlijk via dit mechaniek zelf op een relatief laag niveau. Volgens de Europese regels moeten we de wolf dus hartelijk verwelkomen. Maar waarom is dat zo? Kiest de wet de kant voor de wolvenliefhebber? Het perspectief van de individuele natuurliefhebber is goed te begrijpen. Het perspectief van de individuele schapenhouder is goed te begrijpen. Maar de reden dat die strenge regels voor de bescherming van wolf en andere soorten er zijn, heeft eigenlijk te maken met de biodiversiteitscrisis. Dat is de natuur die holt in rap tempo achteruit. Zo ruwweg 1 op de 8 soorten is met uitsterven bedreigd. En dat is een probleem. Niet alleen voor die bedreigde diersoorten, maar ook voor de rest. Want die dieren vervullen een rol in een groter ecosysteem. Ja, ecosystemen, daarin spelen alle soorten dieren en planten een rol. Maar sommige dieren en planten zijn belangrijker dan andere binnen dat grotere geheel. En de wolf is een heel goed voorbeeld daarvan. Als toppredator heeft hij een extra belangrijke rol binnen het geheel. Wolven, als die een hert neerhalen, dan eten ze die vaak niet in één maaltijd op. Maar die laten ze liggen en dan komen ze 24 uur later weer eens even kijken of er nog wat over is. In de tussentijd profiteren daar allerlei andere soorten van, zoals raven, buizerds, vossen, ook wilde zwijnen die aas eten. En een heleboel soorten insecten die afhankelijk zijn van aas voor hun levenscyclus. Ook de wolf is dus onderdeel van dat grotere systeem. En dat systeem zijn wij, mensen, kapot aan het maken. Door overexploitatie, door vervuiling, inmiddels ook door klimaatverandering. Dus het zijn allemaal door de mens gedreven oorzaken die er samen voor zorgen dat de natuur het steeds zwaarder heeft. De habitatrichtlijn is vastgesteld om die trend te keren. En dus om ervoor te zorgen dat planten en dieren niet blijven verdwijnen, maar weer kunnen gaan herstellen. De wolf die terugkeert op de Veluwe is eigenlijk pas het begin. Het is een klein onderdeel van de doelen die we met de hele wereld willen bereiken. Ja, internationaal is de afspraak gemaakt dat in 2030 op 30% van het aardoppervlak de natuur voorrang moet krijgen. En om de biodiversiteitscrisis echt om te buigen, moet dat in 2050 richting de 50%. Die afspraak bestaat niet alleen maar uit dingen die we niet mogen of die we verbieden. Nee, we moeten echt actief ons best gaan doen. En dan kun je denken aan het zorgen voor voldoende rust, vooral rond het hol waar de voortplanting plaatsvindt. Het zorgen voor voldoende prooi. Dus met het afschot van zwijnen en herten rekening houden met de aanwezigheid van de wolf. Ervoor zorgen dat die ook genoeg te jagen overhoudt. En last but not least, het verkeer. Want verkeer is toch doodsoorzaak nummer 1 van wolven in Nederland. En vooral die wegen waar je 80 kunt rijden, die vlak door of langs wolvengebied lopen. Daar kan het nodig zijn om de snelheid te verlagen of andere verkeerstechnische maatregelen te nemen. Samenleven met de wolf, het is niet heel makkelijk. Maar aangezien de regels binnen afzienbare tijd niet zullen verdwijnen, kunnen we beter energie stoppen in de vraag: hoe kunnen we ermee samenleven en de lasten eerlijk verdelen? Ja, als ik schapenhouder was, dan zat ik niet op wolven te wachten. Dat is zo klaar als een klontje. De uit elkaar gerukte schapen vinden in je weiland, dat hakt er natuurlijk enorm in. Dus ja, als wij als maatschappij zeggen wat we doen, er zijn goede redenen om die wolf weer welkom te heten, we gaan er weer mee samenleven, dan is het wel logisch om bijzonder solidair te zijn met schapenhouders en ruimhartig bij te springen bij het nemen van preventieve maatregelen zoals het plaatsen van elektrische hekken. En als het toch weer een keer misgaat en de wolf vindt een zwakke plek en er liggen weer dode schapen, om die dan ruimschoots te compenseren. Ja, de terugkeer van de wolf vraagt eigenlijk op verschillende manieren om solidariteit. Hè? Solidariteit met de wolf zelf. We hebben wel wat goed te maken als je naar het verleden kijkt. Solidariteit met schapenhouders, andere veehouders, om die omslag naar weer leven met de wolf zo makkelijk mogelijk te maken. Maar ook wat vaak vergeten wordt, solidariteit met andere landen, met name arme landen in het zuiden. Veel van ons vinden het normaal en fijn als in landen zoals India, Zimbabwe, Tanzania tot in lengte vandaag
olifanten, leeuwen, luipaarden, noem ze maar op, blijven bestaan. Ja, dat zijn soorten waar je echt een grote prijs voor betaalt om met die soorten samen te leven. Daar vallen gewoon regelmatig menselijke slachtoffers. Olifanten vernielen een hele oogst in één nacht. Dus de schade is enorm. Dus als wij van dat soort landen blijven verwachten dat zij met hun arme bevolking, beperkte middelen, toch blijven samenleven met hele lastige, gevaarlijke, schadelijke dieren, dan moeten we in Europa eigenlijk niet al te moeilijk doen over samenleven met een soort zoals de wolf, waarbij de offers veel kleiner zijn en terwijl wij ja, veel meer middelen hebben om te kunnen samenleven met lastige dieren dan in het zuiden. Met de komst van de wolf moeten we ons aanpassen en wordt de natuur ook anders. En daardoor kunnen we misschien binnenkort ook wel andere dieren verwachten. Ja, als het lukt om inderdaad een omstreden roofdier zoals de wolf terug te krijgen in Nederland, dan kan er misschien nog wel meer volgen. Denk aan het kleine neefje, de goudjakhals. Misschien de lynx die ook al voorzichtjes aan de poort lijkt te kloppen. En in de verte in Duitsland komen ook de elanden alweer steeds dichterbij. Dankjewel, Arie. Zit je te luisteren en vond je dit een leuke podcast? Je kunt hem ook zien op YouTube en op Spotify. Vergeet niet te abonneren en tot de volgende!